Actievoerders van VZW Dement hebben gisteren voor het voormalige Hotel La Paloma in Oostende verzameld. Een projectontwikkelaar heeft het gebouw gekocht om het te laten slopen en er appartementen te bouwen. Maar dat is niet naar de zin van Dement. De VZW hoopt dat het stadsbestuur rekening houdt met de meer dan 500 bezwaarschriften tegen de sloop. Het gebouw heeft volgens Dement een grote erfgoedkundige waarde. Het is een Belle-Époque-gebouw van 1889 van architect Charles Pil. En we vinden het typerend voor Oostende dat zo'n gebouw kan neergaan. Dat is eigenlijk ontoelaatbaar voor ons. Striptekenaar en zelf Oostendenaar Hercele steunt het project. Hij heeft een zeefdruk gemaakt van Hotel La Paloma om de actie kracht bij te zetten. Volgens de kunstenaar mag de Belle-Époque-sfeer van Oostende niet verloren gaan. Ze roept te veel mooie herinneringen bij hem op. Ik heb hier nog mosselfriet gegeten met Darno destijds in dat gebouw. En ik heb hier nog proberen een pianotje te verkopen. Dus dat brengt herinneringen op. En wij willen gewoon niet dat er van die de moderne architectuur komt. Die nieuwe gebouwen zijn ook geen alternatief. Het is geen architectuur. VZW Dement werd 3 jaar geleden opgestart om naar eigen zeggen het stadsbestuur van Oostende aan te sporen een goed erfgoedbeleid te voeren. Zo vragen ze bijvoorbeeld naar duidelijke criteria bij het toekennen van sloopvergunningen. Daar is geen evenwicht meer in. Dat evenwicht is zoek. Enerzijds heb je rijkdom op een bankrekening, maar anderzijds heb je ook rijkdom in de schoonheid van je stad. En die schoonheid gaat verloren. En die schoonheid van de stad is het enige waar elke Oostendenaar van kan genieten.